Het was een historisch ogenblik toen koningin Wilhelmina na een afwezigheid van 5 jaar voor het eerst weer vaderlandse bodem betrad. In Zeeuws-Vlaanderen, bij het dorpje Ede, overschreed zij de Nederlandse grens. De begroeting was hartelijk, maar eenvoudig, in overeenstemming met de ernst der tijden. Overal waar Hare Majesteit verschijnt, wordt zij geestdriftig toegejuicht. De bevolking heeft het gevoel dat het vaderland eerst werkelijk is bevrijd, nu zij de geliefde landsvrouwen weer in haar midden heeft. Nu eerst beseft zij wat zij in al die jaren heeft gemist. De steun en moedgevende aanwezigheid van de koningin. Nederland weet dat ook in haar ballingschap haar gedachten steeds bij ons zijn geweest. Maar dit, deze echte menselijke aanwezigheid, dit is toch weer heel iets anders. Dit maakt ons warm om het hart. Aardenburg, Oostburg, IJzendijken halen haar met vreugde in. Maar waar Hare Majesteit persoonlijk met de mensen spreekt, krijgt zij vaak verhalen van leed en verlies te horen. Aan het vaderland zijn in de jaren van haar afwezigheid diepe wonden toegebracht. De oorlog heeft de bevolking bloed en tranen gekost. Onvervangbare rijkdommen zijn verloren gegaan.